Het overzicht van februari. De maand waarin we de strengste COVID-maatregelen mochten loslaten. Ambassade van Vrede, die gelieerd is aan Pax, had een actie op touw gezet om voor de 150 kinderen die op dit moment in de noodopvang op voormalig vliegbasis Twente onder extreem sobere omstandigheden verblijven, een hart onder de riem te steken. Met tasjes, gevuld met een kleurboekje, een knuffeltje en stiften, wilden ze laten weten dat er toch aan ze gedacht wordt, meldde Kobi Noordhof. Om toch bij die kinderen een glimlach op het gezicht te krijgen en dat ze ook weten dat wij aan hun denken. De Almeloze Jeu de Boel vereniging De Tos speelde een eigen toernooi om de Almelo Cup op hun complex aan de Badweg. Ruim 35 equipes, bestaande uit 4 spelers, namen aan dit prachtige toernooi deel. Iedereen mag meespelen, mits een compagnon hebben. Ook als je nog nooit een bal in de handen hebt gehad? Ook als je geen bal in de handen hebt gehad, speel lekker mee. Dan zul je misschien niet in de A-pool komen, wel in de C-pool en dan kun je ook lekker meespelen. Was jij bang dat dit toernooi helemaal niet door kon gaan vanwege de corona? Ja, we hadden al scenario's liggen om het ook een stuk op te schuiven. Dus om een latere datum te gaan spelen, zodat we wel konden spelen dit jaar. Mm-hmm. En dat is gelukkig hebben we de eerste avond kunnen halen. Mm-hmm. En nu hopen dat de andere 4 datums die nog staan, dat we die ook gewoon lekker kunnen doorkomen. En dat iedereen gezond blijft natuurlijk en kan spelen. Ja. De Stadsprijs Almelo 2021 ging naar de Stichting Natuurhuis Almelo. Joke Pesi en Huis van Lydia ontvangen respectievelijk de 2e en 3e prijs. Burgemeester Arjen Gerritsen reikte de prijzen uit. Het Natuurhuis heeft gewonnen. En nu? Ja, hoe voelt dat? Hè? Hoe voelt zich de winnaar? Maar goed, dat is in principe zijn het alle 3 winnaars. En ik denk alle vrijwilligers, ploegen, alle vrijwilligers die genomineerd zijn, zijn winnaar. En dan moet er eentje dan met de prijs gaan strijken. Dat zijn wij dit jaar. En we zijn er hartstikke blij mee. Ja. Hartstikke blij. Ja. Guda Koster exposeert momenteel in het Stedelijk Museum met Extraordinair. Sculpturen, performances en foto's waarbij textiel een belangrijke rol speelt. Het is een dubbel expositie met het kunsttorentje van de nieuwe Twentse kunst aan de Egbert Gorterstraat. Een opvallend aspect is dat al haar objecten het hoofd missen en met reden. Als je naar mijn werk kijkt, dan gaat het en om de vorm, om de kleuren, om de textuur, om het materiaal, om de armen en om de benen. We kenden geen winterse periode in ons land, maar we hadden wel een wintersuitje in coronatijd. Vanaf 19 februari kon er dan toch geschaatst worden in de havenkom op een echte ijsbaan. De gemeente Almelo bracht samen met het sportbedrijf Almelo, Almelo on Ice. Het waterschap Vechtstromen pakte deze winter meerdere werkzaamheden op. De vaste stuw in het kanaal Almelo-Nordhorn was aan de beurt voor renovatie. De vaste stuw bevindt zich ter hoogte van de splitsing met het lateraal kanaal en houdt het waterniveau van het laatste stuk van het kanaal op peil. De constructie werd begin jaren 80 aangelegd, toen de Lolé werd doorgetrokken naar het lateraal kanaal. Gezien de leeftijd en de huidige toestand van de stuw wordt deze in het kader van groot onderhoud nu vervangen. Wilco Polinder is buschauffeur in Harderwijk en wil als particulier komen tot de verkiezing van de mooiste tribune in Nederland. Daarvoor bezoekt hij 2900 amateurvoetbalverenigingen en was onlangs op bezoek in Overijssel. Het pareltje, ooit gestaan hebbende in het Heraclesstadion aan de Bornse Straat en nu in het bezit van de amateurafdeling van die club, sprong er voor hem bovenuit. En bij AGOV was het in feite maar een hele grote tribune die er al heel lang heeft gestaan, maar ik kan het niet opnemen tegen deze. Nee. Wanneer ik van mijn woonhuis hier naartoe kom rijden en ik kom over die singel en ik zie die tribune hier, dan raak ik altijd een beetje in vervoering. Ik vind hem nog steeds mooi. Herman Hazewinkel ontfermde zich een paar jaar geleden over het toen in verval geraakte pand op de hoek van de Wiertse Straat en de Waag. Nu krijgt hij van Stichting Stadherstel een prijs voor zijn werk. U weet waarschijnlijk allemaal, want u bent allemaal insider, dat dit ooit de Twentse Bank was, voorloper van ABN AMRO. En de restauratie is heel origineel en met oog voor veel detail uitgevoerd. Ik denk dat het terecht is dat dit pand deze prijzen wint van de Stichting Stadsherstel.
Het zou bijna jammer zijn geweest als ze die prijs nooit hadden gekregen. Want ja, dit is toch een van de mooiste gerestaureerde pannen van Almelo. Wat is er mooier voor de jeugd van Almelo om in de krokusvakantie deel te nemen aan een soccercamps in een echt stadion. Het Heracles Soccercamps ging van start onder coördinatie van Tom Braakhuis met een enthousiaste groep jongens en meisjes in Erva Cito. En wat is jouw club hier in Almelo? Wat is jouw favoriete club? Deze. Deze? Ja. Toch wel? Ja. Ik ga heel hard trainen. Echt? Puntjes erbij? Heel hard trainen. Hoort al. Want ik wil ook heel goed worden, net zo goed worden als Cristiano Ronaldo.